Hartelijk welkom mensen weer bij zijn boodschap in de openbaring, verdieping 1. Gods volk. We hebben weer een nieuwe serie van presentaties, namelijk de drie geschiedenissen in Joel. Joel 1 gaan we helemaal behandelen, plus Jesaja 29, totaal. We spreken dan over de vijfde tot en met de zevende hervormingsperiode. Belangrijke punten gaan we behandelen. Juist in Joel vinden we een drievoudige profetie. En juist ook. Als we dat gaan zien met die vier generaties, dan begrijpen we heel goed hoe ernstig de situatie ligt. En dan kunnen we ook weer in Jesaja 29 zien wat God allemaal heeft bedoeld. Maar voordat we beginnen daarmee, gaan we eerst weer binnen. God vraagt om een verlichting van de Heilige Geest. Dat God ons wil helpen, bemoedigen. En dat we dat voor onszelf ook heel goed kunnen plaatsen in de tijd waarin we nu leven. Mijn vraag is daarom ook of u samen met mij wilt bidden. Dat we die verlichting van de Heilige Geest kunnen en mogen krijgen. Ik wil u samen met mij danken en bidden. Lieve goede getrouwde, God de Vader, lieve Heer Jezus, dank u wel dat u ons weer hebt geroepen. Dat we die kracht mogen krijgen om uw woord te onderzoeken. En ook elke keer weer moed, lust en kracht mogen hebben. Omdat u ons roept, lieve Heer Jezus. Omdat we heel graag uw oprechte kinderen, die in Babylon zijn, ook mee. Willen roepen om dat geweldige fijne woord wat u ons hebt gegeven, om dat rond te bezuinen. En dat ze nog gered kunnen worden voordat het te laat is. Heere God, wilt u bij ons zijn: ons hart te openen, ons verstand openen, bij mij, bij de kinderen thuis, uw oprechte kinderen die dat ook willen leren en verstaan. Dat ze ook die geweldige boodschap kunnen begrijpen. Vooral alles wat er in die profetieën vermeld staat lieve heren, kom met grote kracht, kom met uw heilige geest over ons, dit alles bidden we niet omdat wij dat verdiend hebben maar uit uw grote genade en om Jezus Christus onze liefde is in naam te willen. amen de geschiedenis in Joël Joël heeft ons echt hele mooie dingen te vertellen en waarom dan gaan we natuurlijk met z'n allen ...ontdekken en zien en lezen. Maar het allermooiste is... ...dat u, als u dit weet... ...vanuit Joel vandaan... ...dat u dat ook uitdragen kan. Begrijpen kan in wat voor tijd we leven. Daarom zijn die profetieën... ...zo ontzettend belangrijk. Alle profetieën, maar wij gaan natuurlijk... ...heel rustig aan profeten behandelen. We gaan ook heel Joel behandelen. Eerst hier hoofdstuk 1, daarna 2, daarna 3... Net zoals op Batja hebben we ook helemaal behandeld, maar dat was natuurlijk veel kleiner. Maar we beginnen natuurlijk hier in Joel 1 en vervolgens in andere presentaties de andere delen van Joel. Laten we maar beginnen te lezen. Inleiding onze tijd in Joel. Joel is een drievoudige profetie in de Bijbel, denk aan. Bijvoorbeeld, de drie W's, drie keer islamieten, is ook een drievoudige profetie. De drie Romers, keizelijk, pauselijk, moderne Rome, ook een drievoudige provincie. We vinden dat veel meer in de Bijbel. De drie vijanden van Israël, Edom, Moab en de kinderen Amons. zie ook weer Obadja. De drie vijanden van het moderne Israël, Openbaring 16 vers 13, draagt valse profeten in het beest. We zullen zien dat wij in deze periode verkeren. Dat we in de absolute eindgeschiedenisleven van Gods volk, Sion, de zevendagsadvertist, ook wel Judah genoemd, Jeruzalem, ook zullen we zien dat God alles gaat herstellen vanuit de vierde generatie. Tijdens die vierde generatie. Er is geen tijd meer na 1844, openbaring 10, vers 6b. Houd die er elke keer bij, want anders gaan we in tijd rekenen, omdat we dat woordje generatie horen. Maar er zijn nog wel opvolgende profetische gebeurtenissen. We spreken niet meer over tijd, maar over profetische markeringen. Welke we terugvinden in de zeven profetische hervormingsperioden vanuit de Bijbelse geschiedenis. Dus een drievoudige profetie. En zeker niet vier generaties, vier levensgeschiedenissen. Want dat denken we heel vaak. En dat is ook logisch, omdat voor openbaring 10 vers 6, er wel met tijd gerekend wordt, maar nu niet meer met tijd gerekend wordt. Dus bij deze, prent hem voor uzelf ook in, want heel veel mensen zullen u vragen, ja, wanneer komt die zonnesbeton? Ja, maar wanneer komt dan Christus terug? Dat weten we niet. Vinden we niet in de Bijbel. En dat moet ook niet, we vinden alleen maar dat we gebeurtenissen moeten nazoeken. Dat heeft de Heer ons verteld, ook door de profetes. En dan gaan we daar dieper op in. Op die vier generaties joels profetie is voor de eindtijd bestemd dat begrijpen we met z'n allen deze vier generaties de vier generatie vanaf 1844 tot aan de 144.000 de luidroep u ziet ook tot aan geen einddaad het woord is heer dat geschied is tot Joel, de zoon van petuel hoort dit gij oudsten Gods volk dus en neemt er oren alle inwoners des lands, dus iedereen wordt meegerekend. Is dit geschied in uw dagen of ook in de dagen uw vaderen? Vertel uw kinderen daarvan en laat het uw kinderen hun kinderen vertellen en dezelfde kinderen aan een ander geslacht. Dus dan spreken we over vier generaties, vier geslachten. We zetten hierboven weer een tijdlijn. 1798 starten we mee. Dat startpunt wil niet zeggen dat daar de eerste generatie ook start. Want het is veel aannemelijker om te starten wanneer die volle waarheid bekend is. En dat is namelijk in 1844. 50 bij de teleurstelling bleven daarover. Maar die hadden wel die volle waarheid in hun bezit. En als we dat gaan uitzetten, dan krijgen we de eerste generatie met die rups tot 1884. Dan krijgen we die tweede generatie, die springt aan, tot een 1930-jaren, rondom 1930. Daarna krijgen we de derde generatie, dus de kever, 1989. En we leven dus nu in die vierde generatie, de kruisworm. En dan kunnen we stellen. We, 2001. U mag natuurlijk ook die zondagswet daar neerzetten. Maar het is veel logischer om 2001 daar neer te zetten. Omdat we weten dat 1840 daar weer bij past: dat die islamieten worden beperkt. Start tweede. Dus hier eerste start en hier tweede start. Dus we zien ook dat het alles te maken heeft weer met godskinderen die voorbereid worden om die luidroep te brengen: die zonderswet. Komt en daarna gaat het allemaal gebeuren. De 144.000 bij de zonderswet. Waart op, gij dronkenen en weent, zegt Joël. Dus wij kunnen hier verstaan dat God heel veel geduld heeft. Want hier zit natuurlijk ook nog 1888 tussen. Daar had de Heer ook terug kunnen komen. Zoals we weten. En daar is de spaadregen al begonnen. Zo schrijft E.G. Waard. Wij zullen. Juist in het einde van de presentaties heel diep op ingaan wat er echt in die tijd is gebeurd. Dat doen we nu niet, want dat wordt veel te veel. En we willen ook doorgaan eerst met studie en daarna die vier generaties meer uitdiepen. Juist in gebeurtenissen. En dan gaan we dat ook veel beter verstaan waarom die datums vanaf 1844 tot 1884 en tot 1930 en tot 1989 en 2001 daar zich. Afspelen. Dus nogmaals, u moet het nu even gevoeglijk even aannemen, waardoor we later nog een stevige presentatie krijgen over die vier generaties. Wat we wel weten, is dat we in de vierde generatie leven. Dat is overduidelijk. Ook die zegels zijn eraf, hebben we in de vorige presentaties besproken. Dus we weten gewoon, we leven in die vierde generatie. En daar staat heel veel te gebeuren. Een drievoudige profetie, dus meerdere profetieën komen hier bij elkaar. Dat verstaan we ook met z'n allen. Dus vandaar dat we ook heel veel moeten weten, maar ook mogen weten. Laten we maar eens verder lezen. We leven nu in het vierde geslacht vanaf 1844. Houd hier rekening mee. Let op, dit is een profetisch markeerpunt. En het zal geschieden wanneer zij tot u zullen zeggen Waarheen zullen wij uitgaan. Dat gij tot hen zult zeggen, zo zegt de Heer, wie ten dood ten dode, en wie tot het zwaard ten zwaarde, en wie tot ten honger ten honger, en wie ter gevangenis ter gevangenis. Want ik zal bezoeking over hen doen, met vier geslachten, spreekt de Heer, met het zwaard om te doden, en met de honden om te slepen, en met het gevolgten des hemels, en met het gedierte der aarde. Om op te eten en te verderven. De laatste zeven plagen. Maar juist ook in die kleine Jakobus benauwdheid. Zullen we vooral verhaal dit ook meemaken. Wat we zien is, hier spreekt de Heer ook eerst over. Wie ten dood, ten dode. En wie ten zwaard, ten zwaarde. En wie tot honger, ten honger. En wie ter gevangenis, ter gevangenis. Want ik zal bezoeking over hen doen met vier geslachten, spreekt de Heer. En daarna krijgen we nog een keer het zwaard om te doden, en de honden en de gevolgen des hemels. We zien hier, kunnen we een lijn tussen trekken? Vanaf deze lijn. Dat we dit kunnen zien in de kleine Jacobsbenaaldheid, hierboven. En hieronder in de grote Jacobsbanaaltijd. Lees je hem nog eens rustig door, Jeremia 15, de versen 2 en 3. Het oordeel wordt nu over de levenden voltrokken. En dat is wat we continu moeten vasthouden. Ik benadruk dat heel goed, want de meeste mensen denken: we leven maar raak en we kunnen maar doen laten wat we willen. We hebben nobel tijd. Dat is dus een complete misvatting. Want die zonswet komt en dan is die derde profetische profetie vervuld en dan gaat het allemaal beginnen. Dus vandaar dat vierde geslacht is een, ook een heel gevaarlijk geslacht. Want we zullen natuurlijk merken, als we in dat vierde geslacht zijn, dat we niet veel meer van die waarheid kunnen verstaan. Beter gezegd, is niet meer te vinden. Daar moet dus een complete inhaalslag worden gemaakt. En die wordt er ook gemaakt, want we zitten in een enorme afvalligheid, zult u begrijpen. Het vierde geslacht is het laatste geslacht van afvalligheid, waar de meeste afval dus ook in zit. Ongerechtigheid tot in het vierde geslacht door God voorzegt. Dat vinden we ook ergens anders in de Bijbel. En in Exodus 20, vers 5. Dus zelfs in Gods tien geboden vinden we dat terug. Gij zult u voordien niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God. die de misdaad der vader bezoekt aan de kinderen. aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten. Dus hier zien we ook dat vierde lid vierde geslacht staan en gij zult tot uw vaderen gaan met vrede, gij zult in goede ouderdom graven worden en het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren, want de ongerechtheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen. We zien ook dat er in het vierde geslacht zal herwaarts komen, wederkeren en ook die Amorieten die hebben de genade van God. Op een proef gesteld tot het vierde geslaagd. De beker der ongerechtigheid is nu vol. Dat mag duidelijk zijn. Dus we kunnen heel goed zien dat God zijn genade stopt. En een hele hoop mensen denken: ja, maar God is toch genadig en liefde en blijft wel doorgaan. Dat nou, blijft niet doorgaan. Dat kunnen we heel duidelijk ook weer in de Joelbrief terugvinden. En natuurlijk ook al in de geboden terugvinden. En als het al in de geboden staat, dan moeten wij met z'n allen toch wel echt even over nadenken. Wat daar speelt. En ook in die tijd van Israël, wat uit Egypte wegtoog. De woestijn in. Want die Amoriten die hebben hele slechte dingen gedaan met Gods volk. Dus vandaar dat die Amorieten ook weer bij de Israëlieten hoorden. toen ze uit Egypte kwamen en naar het beloofde land gingen. Als je die verbanden gaat verstaan, dan zegt u: hé, hey, Isliden gingen uit Egypte naar het beloofd land. Daar waren ook de vijanden van God, de Amoriten... En God is genadigd tot het vierde geslacht. Hele mooie verbanden liggen erin. En u zult ook begrijpen, als je Obadje hebt gelezen, dat die erfenis ook weer terugkomt. Dat was natuurlijk interessant. We krijgen telkens die vier weer terug. We gaan even herhalen. En terug naar Obadja. Gods oprechte kinderen zullen de erfenis ook viermaal terug ontvangen. Herhaling uit Obadja, 1 vers 17 tot 18. Maar op den berg Sion zal ontkoming zijn. Dat weten wij. En hij zal een heiligheid zijn. En die van het huis Jacobs, dus die 144.000, zullen hun erfgoederen erfelijk bezitten. Dat is de eerste keer. In Jacobs huis zal een vuur, dus druppelen plus spaderen, vol. Ledig ontvangen, die hebben ze gekregen, zijn. En Jozefs huis, dus overblijfsel Sjaart Turkmenen, is ook weer een zoon van Jacob, elfde uurwerkers, een vlam, spadregen naar de zonneswet ontvangen. In Esau's huis tot een stoppel. De vijanden van Gods volk, let op, de broeder en eerstgeborene van Jacob, Naamchristen, naamadvertisten, en zij zullen tegen hen ontbranden en zullen ze verteren, zodat Ezo's huis geen overgeblevenen zal hebben. Want de Heer heeft het gesproken. Hier zien we de eerste keer dat de 144.000 dus ook erfelijk gaan bezitten. En dan lezen we verder, dan zal ook de viervoudige erfenis worden verdeeld onder de overgebleven volkeren. En die van het zuiden zullen Ezo's gebergte en die van de laagte zullen de Filistijnen erfelijk bezitten. Ja, zij zullen het veld van Ephraim en het veld van Samaria erfelijk bezitten. En Benjamin Gilead. Dat is dus de tweede plus derde keer. En de gevankelijk weggevoerden, dus de ballingen van dit heer der kinderen Israëls, hetgeen der Canaanieten was, tot Sarfa toe. En de gevangenlijk weggevoerde van Jeruzalem, hetgeen in Sepharad is, zij zullen de steden van het zuiden erfelijk bezitten. Vier keer. En er zullen heilanden, verlossers en BG 144.000 plus werkers op den berg Sions opkomen. Om Ezos gebergte te richten. En het koninkrijk zal desherend zijn. Natuurlijk de herhaling, maar weet, het onderrichten is bedoeld om Gods oprechte kinderen welke ontkomen, dus ontglippen, uit de stam van Edom, uit de handen van het pausdom te onderwijzen in Gods verlossingsplan. Door de 144.000 en de 11.000 werkers. Let op, daar zitten natuurlijk ook de kinderen Ammons en Moab bij. Interessant, weer die vier bedeling, erfelijk bezitten. En dat klopt ook, want Gods kinderen gaan dat allemaal erfelijk bezitten. Dat houdt dus in... Al Gods kinderen uit al die kerken vandaan, Shattugimene kerken, die zullen het erfelijk gaan bezitten. Wat voor de zevende dag weggelegd was. Wat voor Gods kinderen die in Babylon zitten, ook erfelijk weggelegd was. Daarom wordt er ook gesproken over de Philistijnen. U zult het meer merken in de Bijbel dat de heidenen worden geroepen. Dat vinden we ook in de profetieën vaker terug. Allemaal in die. Jacobs benauwdheid, de luide roeptijd. Dus vandaar dat die vier ongedierten, vier generaties, zo ontzettend belangrijk zijn in onze tijd. Daar stopt het, maar we zien ook dat dat volledig weer omgekeerd wordt. En dat vinden we natuurlijk ook weer in Joel 2 terug. Want de vier ongedierten en de vier generaties. Hierna de 144.000. De eerste generatie, 1844 tot 1884, het geopende visioen. Hebben we al besproken dat Sustewijt alleen maar ooggeopende visioenen zag. Tweede generatie, 1888 tot 1930, de zondige generatie is dat. Derde generatie, 1930 tot 1989, de nieuwe orde werd gesteld. De laatste generatie, 1989 tot de zondagswet, het reinigen van de vloer. Adrengebroed noemt de Heer ze. En nu zijn het ook gebroed. Zo kunnen we het gewoon stellen. Dus let op wat God tegen u en mij zegt. En ik pak die platen nog even bij, die totaaloverzichtsplaat van Joel, dat we dat allemaal helder hebben nu. Ik heb het natuurlijk al een paar keer herhaald, maar de laatste vier generatie van Gods volk op aarde. Hier de uitwerking ervan, 1844. Met natuurlijk 1798 en 1863, de eerste open visioenen van E.G. White. De laatste open visioenen, 1884. Daar zit dus die RUPS in, in, die eerste generatie, die 40 jaar. Open visioenen van de profetesse E.G. White. Hier hebben we 1888, gerechtigheid door geloof afgewezen. Op een belangrijke mijlpaal. En ook 1930 jaren Wat is daar gebeurd? Tweede generatie, tweede zondige generatie, derde valse heilige orde. Dus wat zien we? Nogmaals weer, die mijlpaal van die hier is daar naartoe verhuisd natuurlijk. En daar zit ook 1850 bij. De vervalste heilige ordeboeken worden uitgegeven. De derde generatie is van die kever tot 1989. Daar is al heel veel gebeurd. En we leven dus nu in de tijd van 2001 met die. Engel uit openbaring 10 en openbaring 18, vers 1. En daarna de zonderswet En we leven in die vierde generatie. De vervalste heilige orde leren boeken wordt uitgeleefd. Dus wat kunnen we nu nog verwachten? Alleen die 144.000, die zullen die waarheid nog volledig verkondigen. Dus die gaan helemaal terug naar de pioniers. Die oude paren pakken ze op. En daar zullen ze ook heel nadrukkelijk naar verwijzen. Let op. Geen nieuwe leer, wel nieuw licht. Dat is een verschil tussen nieuw leer en nieuw licht natuurlijk. Dus vandaar, er is geen tijdrekening meer, maar wel nieuw licht. Geschiedenis gebeurt. Al met al kunnen we continu merken dat we steeds meer kunnen gaan verstaan vanuit de geschiedenis vandaan. Wanneer gaan de slottenelen beginnen in de wereldgeschiedenis? Dus geen tijdrekening meer. Dan gaan we naar Ezekiel 9. We hebben we al eens even gelezen, maar we moeten maar even weer ophalen om te weten waar we spreken over. De maat der ongerechtigheid is volgemaakt bij de laatste, dus bij die vierde generatie. En hij riep tot een man die met linnen gekleed was, die de schrijvers inktkoker aan zijn lenden had... En de heren zeiden tot hem, ga door, door het midden der stad, door het midden van Jeruzalem en teken een teken op de voorhoofden der lieden die zuchten en uitroepen over al die gruwelen die in het midden derzelfde gedaan worden. Maar tot de anderen zeide hij voor mijn nou oren, ga door, door de stad achter hem en slaat uw lieden ook verschonen niet en spaart niet. Dood ouden, jongelingen en maagden en kinderkers en vrouwen tot verdervens toe. Maar genaakt aan niemand op de welke getekenis. En zij begonnen van de oude mannen die voor het huis waren. Zie ook 1 Petrus 4, vers 17. Een kleine herhaling, maar wel belangrijk. Want ik heb u toen ook gezegd, Ezechiël 9 met Ezechiël 8 daarvoor. Want daar draait het op een bepaald moment om. Waarom is dat gebeurd? Hoe ver is dat gegaan? En natuurlijk kunnen we dat ook vanuit Ezechiël 8. Zien wat gebeurt daar. Dus let op, gaan we nog behandelen. natuurlijk, Maar we wil eerst even iets daarvoor nog vertellen. Want vlak voordat Jezus komt, gaat er iets gebeuren. Want God heeft nog genade tijd. En die genade tijd daar zitten we in. Vlak voordat Jezus de kledende wraak aandoet, is er nog genade voor deze wereld. Jezus staat op het punt, het verzoeningswerk in het hemelse Heiligdom te beëindigen. Om de klederen der wraak aan te doen en zijn toorden in de vorm van oordelen uit te gieten over hen die niet gereageerd hebben op het licht dat God hen gegeven heeft. En licht is dus ook inzagen in vervalsingen. Omdat niet haastelijk het oordeel over de boze daad geschiet. Daarom is het hart van de kinderen der mensen in hen vol van kwaad te doen. Gebeurde dat, maar direct. Zeggen we wel eens. Dan waren de mensen veel meer op hun hoede. als God direct strafte. Maar dat doet de Heer niet. Weet dat het Bijbelboek Joël. een drievoudige profetie is voor vijfde, zesde en zevende hervormingsperiode. We gaan nu wat meer erop inzoomen natuurlijk. Maar juist in die vijfde, zesde en zevende hervormingsperiode. heeft dat boek Joël heel veel betekenis. We leven nu in het oordeel van de levenden. ...van Gods volk, zeven zevendagsadvertisten. Dat blijf ik zeggen... ...omdat meeste mensen dat gewoon... ...niet verstaan of overheen leven. En... ...nogmaals, dat hoort je ook te zeggen. Wij leven nu in het levend oordeel. Ik zou er maar iets aan doen... ...om die waarheden te bemachtigen. En meeste mensen... ...wat doen meeste mensen... ...in deze tijd? Wat denkt u? Wat, waar, waar zijn ze mee bezig? Met heel andere dingen. Ze bekommeren hun niet... Over wat Gods woord vertelt. Het zijn kerkgangers geworden. Ze gaan heen en ze komen terug. En dan is het gewone leventje hun dagelijkse gang weer. Dus laten we dat eens lezen vanuit Gods woord weer. Wat doen velen in deze tijd? In plaats van geroerd te zijn door het geluid. en de verdraagzaamheid die de Heer hen bewezen heeft. Verharden zij die God niet vrezen en de waarheid niet liefhebben. Hun hart in het bedrijven van hun slechtheid. Er zijn echter grenzen zelfs aan de verdraagzaamheid van God. En velen overschrijden deze grenzen. Zij hebben de grenzen van de genade overschreden en daarom moet God ingrijpen en zijn eigen eer rechtvaardigen. Over de Amorieten zei de Heer, dat weten we. En het vierde geslacht zal herwatsen, wederkeren, want de ongerechtheid der amorieten is tot nog toe niet volkomen. Dus God waagt tot het vierde geslacht, tot alles is voleindigd de 144.000 klaarstaan, en dan is het over. Met, waarmee? Met Gods laatste gemeente. Dan komt die enorme eindtijd breed aan. En Zuster Wijd spreekt daar nog meer over, dus dat is interessant om daar nog wat meer uit te halen. Voor onze tijd. En nogmaals, blijf die geestelijke profetie lezen. Dit komt eruit de getuigenissen vandaan. Maar we gaan het allemaal eens lezen dat we beter ook die getuigenis kunnen lezen met de Bijbel daar natuurlijk bij. Want het zijn Bijbelteksten in geestelijke profetie. Als gewoon deze natie, Amorieten in het oog viel vanwege haar afgoderij en verdorvenheid, had zij de maat van haar ongerechtigheid nog niet helemaal volgemaakt. En God wilde niet het bevel geven tot haar volledige verwoesting. Daarom zal er nog iets tijd in zitten om Gods oprechte kinderen in de zevendagsadvertistenkerk kerk nog te roepen. De mensen zouden op bijzondere wijze een demonstratie van de goddelijke kracht te zien krijgen zodat zij geen excuus meer zouden hebben. De medelijdende schepper was bereid om hun ongerechtigheid te verdragen tot aan het vierde geslacht. Start in 1989-2001, zondagswet. In eerste plaag, ook weer in vier stappen. Neemt u dat eens mee. Als er dan nog geen verbetering was opgetreden, zouden zijn oordelen hen treffen. Met onfeilbare nauwkeurigheid houdt een oneindig verslag bij van alle naties. Dus Gods volk is een natie, het moderne Israël. Staat Zolang zijn genade nog wordt vertederd door de oproep tot berouw, blijft dit verslag open. Dat is interessant. Lees u nogmaals. Zolang zijn genade nog wordt vertederd door de oproep tot berouw. Blijft dit verslag open? Dat is interessant dat God dus zegt: zolang mensen nog berouw hebben en oproepen en schuldbeleidenis doen, blijft het verslag nog open. Heel erg genadig van God. Zo genadig is onze God de Vader en onze geliefde Heer. Wanneer echter het moment bereikt is dat God heeft vastgesteld, gaat hij over tot de uitstotting van zijn toorn. Het verslag wordt afgesloten. Dat is duidelijk. Is geen oproep meer tot berouw. Het goddelijk geduld eindigt. Genade pleit niet langer ten gunste van hun. Einde genadigheid, zeven zeven dagverteisten, zoals we weten, bij de zondagswet. En zo zal het ook in de Sjaart de kerken gaan. Dus blijf goed verstaan dat God een hele genade God is. En als het dan ook stopt, dan weet God ook echt wel. Dat hij zal stoppen en waarom hij zal stoppen. En dat heeft dus ook vooral te maken weer met wat hebben we geleerd: zonde, gerechtigheid en oordeel. Die mensen die hun zonden de eerste stap niet meer willen beleiden, Ja, wat dan? Dan houdt het op. Gaan ze die tweede stap niet in en al helemaal de derde stap niet in? In die zin verheerlijk te kunnen worden. Krijgen ze de spaadreden dus ook niet. Dus vandaar dat we telkens die getallen ook weer terugzien. En ook dat mooie getal, natuurlijk, op een bepaald moment. met start in 1989 en dan 2001, zondagswet in. Eerste plaats zijn geen getallen, maar toch wel mijlpalen in die geschiedenis. Dus, we gaan verder. Wie hebben het grootste voorrecht op aarde gekregen. en hebben het vermengd met ongerechtigheid en de waarheid vervalst. Dus ongerechtigheid en waarheid vervalsen. Baal-aanbidding, dat is continu, die twee begrippen vinden we door de hele provincie heen. De profeet die de eeuwen overzag, zag in visioen onze tijd. De volken van onze tijd hebben ongekend veel genade ontvangen. De grootste hemelse zegeningen zijn hun gegeven. Maar toenemende, daar komt hij weer trots. Dus. Elke keer weer hetzelfde, begeerte. Minachting van God en ondankbaarheid worden tegen hen opgetekend. Zij maakten snel een eind aan Gods geduld. Hetgeen mij echt doet huiveren is het feit dat zij die het grootste licht en de meeste voorrechten hebben ontvangen... Nou ...dat zijn dus zevendagsadvertissen besmet zijn geraakt met de heersende ongerechtigheid. Hoort u dat weer? Weer die ongerechtigheid. Spreekt zuster White in de provincie continu over. En baal aanbiddingen. Beïnvloed door de ongerechtigheid, nogmaals, om hen heen zijn velen, zelfs van hen die de waarheid beleiden. Dus dan spreken we over de fanatieken, de fanatici noemen we ze ook wel. Oud geworden en worden meegesleept door de sterke stroming van het kwaad. Dus als u zo bezig bent met het woord dat u niet een fanatiekeling bent, een orthodoxe, of hoe u het me noemen wilt. Er zijn zoveel opmerkingen voor. U moet een oprecht bijbelchristen zijn. Vanuit Gods Woord. Weten wat er gezegd wordt. En u moet gerechtigheid door geloof uitoefenen. En let niet op wat er dan allemaal om u heen gebeurt met alle roddels en kwaadsprekerijen. Dat gebeurt, want die broeders. Die fanatieke broeders en ook die liberalen, die zien we straks ook nog even terug in het volgende stukje. Die zullen anders niets doen dan u minachten en bespotten. Dat blijf ik zeggen omdat u zich daarin moet trainen. En niet mee moet laten slepen in die massa. Dat hebben we in het begin besproken. En we zien hier dat zelfs van hen die de waarheid beleiden, alles weten van de geestenprofetie en alles uit die Bijbel weten, maar. Hoeveel ongerechtigheid zit erin? Belangrijk om te weten. Belangrijk voor u en mij, want u kunt mensen niet meer op gezichten beoordelen. Wel naar de vruchten. Of ze dus de waarheid verkondigen. Met in bijzonder die laatste waarheid, het laatste nieuwe licht. Vandaar dat daardoor die shifting wordt aangebracht door het nieuwe licht. Wie wil het wel en wie wil het niet verstaan? Dat zijn vruchten, kunt u iets aan herkennen. Prachtig mooi. God laat ons iets zien, vertelt ons en leert ons iets daarmee. Vandaar dat er nog eenmaal nieuw licht zal moeten komen om die vruchten te kunnen zien. Zo mooi is dat verlossingsplan door God in elkaar gezet. Dat is prachtig als we dat gaan begrijpen. Dan gaan we ook die andere partijen dus bijnemen. We hebben natuurlijk al veel over die waarheid, maar nu die andere partij, die liberalen. Waar heeft Gods volk minachting voor? De algemeen voorkomende bespotting van ware vroomheid en heiligheid brengt hen die geen nauwe band met God hebben, ertoe hun eerbied voor zijn wet te verliezen. Dat zijn dus die liberalen. Als zij het licht zouden volgen en de waarheid met heel hun hart zouden gehoorzamen, zou deze heilige wet hun zelfs nog dierbaarder zijn, nu deze zo veracht en aan de kant wordt gezet. Naarmate de minachting voor Gods wet duidelijker wordt, wordt de scheiding tussen hen, dus de 144.000, lees ook 11 dure werkers, die haar in acht nemen en de wereld ook duidelijker zichtbaar. Liefde voor het goddelijke voorschriften neemt bij de ene groep toe, naarmate de andere groep de minachting ervoor toeneemt. Dus dit is juist die liberale groep, willen we dus ook niet bijhoren. Er worden twee klassen gevormd, de kajens en de abels, zowel bij de zevendagsadvertisten als in Babylon, de Shaddukemenen. En als we naar die zevendagsadvertisten kijken, zijn daar ook twee abels. En wat zijn de twee abels en wat zijn de twee kajens? De twee kajens hebben we al besproken, dat zijn de liberalen en die fanatici. Dat zijn de twee kajens in de zevendagsadvertistengemeente. Die vinden we straks natuurlijk ook in de Châtelgemeene. Kerken, let op, die zijn dat net zo. Maar het is belangrijker om eerst te beginnen met dat Vindgemeente. Dan kunnen we dat ook beter zien. Want we leven ook in die gemeente. Maar wie zijn dan die twee abels? Dat is interessant. Als u dat gaat verstaan, ik heb het al een beetje voorgezegd: dat zijn de 144.000 met de 11 uur werkers. Kijk, zo mooi zit dat verlossingsplan in elkaar. Twee kajens. Twee abels, In verschillende vormen. De 144.000 zijn als eerste groepen, en de 11.000 werkers als tweede groepen. Dus we zien daar een, een, een heel mooi verband in tussen waarheid en leugen. Die ene kant wil die waarheid helemaal niet horen, en die liegt. En die andere kant wil juist niet liegen, en vooral die waarheid in dat laatste licht horen. Prachtig mooi hoe Gods verlossingsplan elke keer weer in elkaar zit. En nogmaals, we blijven ontdekkingen doen in Gods Woord. Even ter algemeen. In welke tijd leven we nu? Dat weten we niet eindtijd. Want het is de tijd dat het oordeel beginnen van het huis Gods bij de Zevenags En de niet het eerst van ons begint bij de zondagswet. welke zal het einde zijn, dergene. Dus. Degenen, de Chatokemeen, die het evangelie van God ongehoorzaam zijn, en dus ook in de Zevenagstadveristen gemeente. We leven nu in een tijd waarin levenden geoordeeld worden. De eerste engel is nedergedaald en als de tweede nederdaalt... gaat de deur dicht voor de Zeendag en is dan nog open voor de kerken bij de zonneswet. Weten we allemaal. Maar Gods laatste volk, natie noemen we dat ook wel, wordt in de vierde generatie getoetst en geoordeeld. Iets waar velen niet op voorbereid zijn. Een stukje herhaling, maar let dus op, ontvangen het merkteken van het beest. Dus die valse broeders en zusters, herders, die ontvangen het merkteken van het beest. En wat wil ik daarmee zeggen? Ze gaan allemaal mooi Sabbat houden, ze gaan allemaal mooi naar de kerk en ze zeggen, ja, ik hou die Sabbat wel. En dan denk je, ja, aan het einde kan ik die Sabbat wel houden. Dan ben ik toch klaar, dan krijg ik ook het zegel van God. U zult begrijpen, dat is een enorme vergissing. Want op die Sabbat krijgt u niet het zegel van God. U krijgt het zegel van God als u die waarheid uitdraagt, die totale waarheid uitdraagt. Veel mensen hebben gewoon in hun hoofd: ik hou de Sabbat, dus en daar ligt het zegel van God op. En dus ik krijg ook het zegel van God, omdat ik de Sabbat houd. Ja, mooi niet dus. Als u dat doet, dan weet u zeker dat het uw dood wordt. Dat ze u allemaal gaan vervallen. En dat u zeker alles misloopt. Want het oordeel begint van het huis van God. Die juist die Sabbat houden. En u krijgt de Noordkoning, de pauze volledig over u heen. En dan is het voor u te laat. Want u had die nieuwe waarheden, dat nieuwe licht, had u moeten brengen aan Gods kinderen in Babylon. En als u dat niet doet, dan weet u wat u staat te wachten. Een grote vergissing voor Gods kinderen binnen de adventgemeente. Ik houd de sabbat en ik ben wel gered. Pas dat dus voorop. Bij de zonswet gaat de deur dicht voor de zevendagadvertisten, Adventisten, maar is dan nog open voor de Chateau-Eucumenekerk. Wil u iets meer van lezen? De tijd van Gods verwoestende oordelen is de tijd van genade voor hen die geen kans hebben gehad om te leren wat waarheid is. Ik vind deze zo belangrijk omdat we dit absoluut echt in ons hoofd moeten hebben. En ook kunnen vertellen aan die laatste oprechte kinderen binnen Gods laatste gemeente. Vol tederheid ziet de Heer op hen neer. Zijn hart vol ontferming is bewogen. Zijn hand is nog uitgestrekt om te redden. Voor wie? Voor de Shartu gemeente. Terwijl de deur gesloten is voor hen die niet binnen willen gaan. Ziet u dat? Grote aantallen zullen worden toegelaten die in deze laatste dagen de waarheid voor de eerste keer hebben gehoord. Leest u daar ook even bij bladzijde 6.85. Ik zag dat niemand kan deelnemen aan de verkoeling tenzij hij eerst de overwinning behaald heeft over iedere lievelingszonde. Over hoogmoed, zelfzucht, liefde tot de wereld en over iedere verkeerd woord en iedere verkeerde daad. Hoe duidelijk wilt u te omschreven hebben, zou ik bijna zeggen. U kunt niet alleen maar sabbat houden. U moet al uw verkeerde daden afstaan. En het is misschien te veel om dat elke keer te zeggen. Ook in de vier Evangeliën heb ik dat genoemd, en ook in het Drie getuigen. maar het is zo belangrijk dat we die waarschuwingsboodschap ook helder hebben voor onszelf. Weten waar die staat. Als we dat zeggen. Kunnen we zo één op één eerste geschriften bladzijde 7-7, opnoemen? Daar staat dat. En ook bladzijde 6-75. kunt u zo opnoemen vanuit de Bijbelcommentaar. Niet uit het hoofd, maar wel weten waar het staat. Daar gaat het om. Dat u uw oprechte broeders en zusters, ook in de Adventkerk, nog kunt waarschuwen daarmee. En nog zo'n stuk over ja, het oordeel over de zeven. Daar staat Vatista. Laten we nog eens lezen. Waar vinden we het oordeel over de zeven dagisten in de geestenprofeetie? Het uit. gaat door door het midden der stad, door het midden van Jeruzalem, en teken en teken op de voorhoofden der lieden, die zuchten en uitroepen over al de gruwelen die in het midden derzelfde gedaan worden. Die kennen wij, in 9. Maar nu gaat zuster Zusterwijd iets vertellen erover. Hier zien wij dat de gemeente Gods Heiligdom de eerste was die de uitwerking van Gods toren zou voelen. Overduidelijk, zuster Waard zegt. Het oordeel begint bij de zevendagsadvertisten. De oudsten zijn aan wie God veel licht had gegeven... en die de wachters waren over de geestelijke belangen van de mensen... hadden het vertrouwen beschaamd dat in hen gesteld was. De wachters zijn de predikanten, oudlingen, diakenen. Vult u alles maar in. Ze willen graag leiders van de kerk zijn... Dat zullen ze op een bepaald moment ook weten. Zij hadden zich op het standpunt gesteld dat wij geen wonderen en duidelijke manifestaties van Gods kracht hoefden te verwachten. Zoals in vroegere tijden. De tijden zijn veranderd. U zult begrijpen: de eerste was die de uitwerking van Gods toorn zou voelen. Dat was dus Gods gemeente, Gods heiligdom. En vandaar de wachters. En dan noem ik alles op. Ouderlingen, predikanten, die u mag ze nog zoveel invullen, leraars. Bijbel, zabadschoolleraars, die praten over algemene dingen. Ja, ik ben een Sabbatschoolleraar en ik praat gewoon maar over algemene dingen. Ze begrijpen van de nieuwe waarheden helemaal niets. En dat moeten wij verstaan met z'n allen. En dat blijft me doorgaan. En ze willen allemaal op het toneel, zeg ik altijd. Hoe meer mensen op het toneel, hoe slechter de kerkgemeenschap is. Dat kunnen we met z'n allen wel stellen. Want het is natuurlijk wel onbelangrijk te willen en te kunnen zijn. En dat vinden mensen niet leuk als we dat zeggen. Maar het is wel een feit. We moeten terug naar de waarheid. En die sabbatscholenleraars, die moeten die sabbatschoolboekjes kennen. En die moeten zeggen, jongen, jongen, het is niet best wat daarin staat geschreven. Ze verdraaien complete provoceren. De waarheid wordt niet meer verteld. En al helemaal niet nieuw licht komt er meer tevoorschijn uit die sabbatschoolboekjes. Het is gewoon... ...een oud verhaal... ...het wordt telkens weer herhaald en herhaald... ...de oude wijn... ...en ze zijn inderdaad dronken... ...van die oude wijn... ...die oude wijn is begonnen te fermenteren... Daar ...ga ik u straks nog meer over vertellen... ...dus vandaar... ...zijn ze dronken geworden... ...en daardoor komt dat oordeel over... ...Gods volk... ...ze zien het niet meer... ...en wij zijn wel degene die onze mond open moeten doen... ...daar wel wat van moeten zeggen... ...dus bij deze... Weer zo punt van het oordeel begint bij Gods volk. En wij zijn de wachters op de muren. En dat willen we ook graag zijn, maar u zult begrijpen wat is steeds pijnlijk als we continu dit soort dingen zien en ook er iets van moeten zeggen. Maar dat is wel onze plicht. Want wat zeggen ze momenteel allemaal? In Jeremia 6 vers 14: vrede, vrede en geen gevaar. Dat speelt er in Gods gemeente, En ook in Babylon natuurlijk, maar ook in Gods gemeente. Deze woorden versterken hun ongeloof. En zij zeggen: de Heer zal nog goed, nog kwaad doen. Onvoorstelbaar dat mensen dit zeggen, maar zo denken ze. Hij is te genadig om zijn volk met een oordeel te treffen. Wij zitten toch in die adventkerk. Zo is vrede en rust de roep van mannen die nooit meer hun stem als een bazuin zullen verheffen. Dus je ziet hoe belangrijk het is om onze stem te verheffen als een bazuin om Gods volk op hun overtredingen te wijzen... en het huis van Jacob op hun zonden. Deze stomme honden... let op wat zuster Waard zegt... en dat staat letterlijk in Jesaja 56 vers 10... die niet willen blaffen... zijn zij die de rechtvaardige wraak van een beledigd God zullen ervaren. Mannen en vrouwen en kleine kinderen zullen samen ten onder gaan. Niet best. Wat gebeurt? We zien... In Jezus tijd dat hij tweemaal de tempel heeft gereinigd. Eerste reiniging, zevendagsadvertisten. Tweede reiniging, Babylon, de Chatukemene. En wat moeten wij doen? Wij moeten ze daarvoor waarschuwen. Zowel de zevendagsadvertisten gemeente, dat die gereinigd wordt. En wat zit daarin, die zevendagsadvertisten gemeente? zegt Zuster White. Stomme honden die niet blaffen willen. En dat is... Spreken de profetieën ook hoor. Dus ik zeg alleen maar wat Zuster White zegt en wat de profetieën zeggen. Zeggen we, no, dat zijn wel grove woorden. Nee, dat zegt God's woord met de profetes. Ik vertel het alleen maar. En dat zult u merken. Als u in die gemeente komt en ik spreek over Nederland. en ook over Amerika en Duitsland en overal is dat al gaande. Als u die waarheid gaat vertellen, dan bent u dus niet een stomme hond. Laten we dat goed vooropstellen. U bent degene die wel blaft. Maar u wordt niet met een stomme hond vergeleken. U wordt als dienstknechtend vergeleken van God. Kijk, daar zit nogal wat verschil tussen. Dus die uitersten die zijn heel groot in die eindheid. En als u dat gaat vertellen, die laatste waarheden, en vertelt ja, jullie zijn stomme honden, dat zeggen we natuurlijk niet zo één op één tegen hun, maar het komt er wel uit in de Bijbel. Dan mag u begrijpen, dat is daar, het gaat van de deur dan willen ze u niet meer. En dan zullen ze er ook alles aan doen om u uit die gemeenschap weg te krijgen. Dat zult u gaan merken, onderroepelijk. Schrik daar niet van. En ik kan u vertellen: dat is toch volop gaande. Volop. Ook in Amerika. Als ze met die laatste waarheden aankomen. Over de 25-20 en over de Joel. En alles vanuit die pionierstandpunten gaan beredeneren. Beter gezegd, de oude leer oppakken. Dus dat gaat gebeuren. Onderroepelijk, want die beweging komt eraan. En die beweging is niet volop gaan. Want wat zien we? Tweemaal tempelreiniging heb ik besproken. En hoe moeten we dat dan echt zien, die tweemaal tempelreiniging? We hebben nog twee volken. En dan tweemaal tempelreiniging. Laten we eens kijken: tweemaal de tempelreiniging door Jezus. Toen en nu. Hier hebben we als plaatje uitgedrukt natuurlijk. Voordat Christus Jeruzalem binnentrad, was er een tempelreiniging. Tempelreiniging, in het begin van zijn werk. En nadat hij Jeruzalem was binnengekomen. Wat lezen we dan in onze tijd? De eerste keer in de eindtijd bij de 7 dagstaat in 1840 tot 1844. U mag daar natuurlijk ook weer 1798 neerzetten. Tweede keer bij de 7 dagstaat tussen 2001 en de Zonderswet. U mag daar ook weer 1989 neerzetten. Ziet u? Tot twee maal toe, ook. Bij Juda, maar ook bij de protestanten. De eerste keer bij de protestanten in 1840 tot 1842, zet daar ook weer bij 1798. En de tweede keer bij de protestanten bij de zondagswet tot de eerste plaag. Dus we zien continu driemaal drie Israëls en ook driemaal, tweemaal een tempelreiniging. Kijk! Dat wordt natuurlijk interessant, want we gaan steeds meer verstaan van Gods woord. En als je dat gaat zien, en gaat lezen en begrijpen, dan snapt je ook van: die gruwelen die moeten wel heel ernstig zijn. Wat daar gebeurt. Wat God u en mij heeft te vertellen. Wat God u en mij indachtig wil maken. Vanuit Ezekiel 8. En daar gaan we straks mee verder. We stoppen eerst. Dit is de vooropstap met Joel. Weer Ezekiel 9. Goed scherp neergezet natuurlijk, met z'n allen. En daarna pakken we heel scherp Ezekiel 8. Want ECiel 8 kunnen we heel goed zien wat er nu gebeurt, namelijk. In uw en mijn tijd. In Gods volk, bij Gods volk. En dat dat ook weer in de charte terecht terechtkomt, dus opstap. Met de drie geschiedenissen in Joel. Joel 1 plus Jesaja 29. Daar hebben we al iets van gelezen, maar we gaan nog heel Jesaja behandelen natuurlijk. En geheel Joel. Tot zover eerst deel 1 van deze presentaties van zijn boodschap in openbaring verdieping 1. Ik hoop u straks weer te zien bij meer uitleg over Gods volk. Graag tot straks en tot ziens.